Lars, vierde. Wat kan je dan zeggen na afloop? Ja, weer een paar plekjes opgeschoven vergeleken met een paar jaar geleden. En, ja, tevreden op zich al over de koers, maar het was heel lastig met de wind tegen de hele dag. Dus je kon eigenlijk weinig gaan beginnen. Als je ging aanvallen bijvoorbeeld op kasseien, dan kwam je eigenlijk vanzelf teruggewappen. Dus het was een beetje een aparte koers weer. Ja, met welke gedachten draaide je hier de baan op in een groepje? Dan weet je dat je moet gaan sprinten, dan weet je dat Degenkolb eigenlijk de snelste is. Wat dacht je? Ja, en proberen op te schuiven en proberen het wiel van Degenkolb of van Avermaat. Maar je ziet gewoon dat de drie jongens die voor je zitten, die worden ook 1, 2 en 3, zeg maar. Dus ja, ik had gehoopt om nog iets uit de sprint te persen, maar dat lukte niet meer. Omdat we gewoon heel lang hebben moeten rijden, zeg maar, om terug bij die vier te komen. En, dus dat was jammer. Ja, daarvoor, het was lang pokeren. Ja, wat ik al zei, we hadden een hele dag wind tegen, dus er was de hele dag, ja, werd er een beetje gepokerd en gewacht en zo maar. Maar dat is ook normaal, denk ik, als er zo'n wind staat. Hoe goed was je vandaag? Ja, goed, denk ik. Dat heb ik laten zien. Dus, ik denk dat we een mooie periode afsluiten met Vlaanderen en met Roubaix 6 en 4. En ik had graag een podium staan natuurlijk, maar is niet anders. Ja, wat is 4? Is dat tevreden met een goede koers of is dat een ondankbare plek? Nou, je rijdt om te winnen en je rijdt om op het podium te staan. En, daar zat ik 4 meter vandaan, denk ik. Dus. Ja. Ooit kom je terug voor die kei? Nou, goed, we gaan ideaal proberen inderdaad. Ja.